Mijn naam is Alessia Klaas, ik ben 37 jaar en kom uit Scherpenheuvel-Zichem. Sinds 26 mei ben ik nieuw verkozen in het Vlaams parlement voor de allereerste keer als Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA. En daarnaast ben ik ook deelstaatssenator en gemeenteraadslid in Scherpenheuvel-Zichem. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik heb mij altijd maatschappelijk geëngageerd. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan in het binnenland en in het buitenland. En toen dat ik naar Scherpenheuvel-Zichem verhuisde, was ik actief binnen de Welzijnsraad en de Cultuurraad. Maar ik wou mij actiever inzetten. Ik wou eigenlijk meewerken aan de toekomst van Scherpenheuvel-Zichem. En dan heb ik in 2011 de stap gezet in de lokale politiek. En dan heb ik eigenlijk een heel traject afgelegd. In 2012 werd ik lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. 2 jaar later, in 2014, werd ik gevraagd om op de Kamerlijst te staan als steunplaats. En dan in 2018 ben ik kandidaat burgemeester geweest voor de lokale verkiezingen. En dan ook kandidaat voor de provincieraad van Vlaams-Brabant. En dan een paar maanden later hebben ze mij opnieuw gevraagd. Ik heb daar eigenlijk niet over getwijfeld, want ja, als je engageert binnen de partij, dan wil je zeker meewerken aan het N-VA-plan, aan de N-VA-toekomst. En ik heb dan gekozen voor het Vlaams parlement, omdat de thema's die op het Vlaams parlement worden besproken ook mijn interesses hebben. En ook, ik heb al gewerkt voor de Vlaamse regering op het kabinet van Vlaams minister Ben Weitz. Dus die feeling met het Vlaamse had ik wel. En dus, daarom die bewuste keuze voor het Vlaams parlement, omdat ik echt wil werken aan een sterker en warmer Vlaanderen. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Ik moet zeggen, de verkiezingsdag was eigenlijk heel rustig begonnen. Ik ben naar het stemhokje gegaan. Om 12 uur ben ik met onze afdelingsvoorzitter nog bedankingsaffiches gaan plakken. Dat hoort erbij na de verkiezingen. En dan, omdat ik in de namiddag ook niet alleen wou zitten thuis en alleen die eerste resultaten afwachten, heb ik het N-VA-bestuur van Scherpenheuvel-Zichem uitgenodigd op mijn terrasje om iets te komen drinken en op ons gemakje te genieten en te wachten op de eerste uitslag. Want we hebben de afgelopen maanden en weken keihard campagne gevoerd en het was tijd om eens iets ontspannends te doen. En dan om 6 uur werden wij uitgenodigd in Brussel. Alle kandidaten die op de lijst stonden werden daar gevraagd of uitgenodigd. Ook onze voorzitter Bart Wever heeft een toespraak gehouden. Maar je voelde wel, er was ook heel veel pers aanwezig. En ja, je voelt zo wat de spanning. Hè? De kandidaten zijn nieuwsgierig naar hun resultaten. Die blijven ondertussen binnenkomen. Maar het was een fijne, positieve sfeer. Maar ook zo'n beetje zo die kriebeltjes die in de lucht hangen. En dan s'avonds rond 8:30 zijn we naar Zaventem gegaan. Daar was het grote N-VA-feest voor de provincie Vlaams-Brabant. De afdelingen waren daar, ook de militanten. En dan hebben we verder de resultaten opgevolgd en dat zag er goed uit. We bleven de grootste partij van Vlaanderen. Maar eigenlijk heel de verkiezingsdag was ik niet verkozen. Dus we hadden wel 6 zetels, maar ik zat niet bij die 6 mensen die verkozen waren. En dan, het is wat het resultaat. En dan om 12:30 ben ik naar huis gegaan met onze ploeg. En een half uurtje later kreeg ik dan een telefoon van Theo Franke en heel veel collega's tegelijkertijd. Dus ik wist niet goed wat er aan de hand was. En Theo zei, ja, alle stembureaus of telbureaus zijn geteld. Alles is definitief. En je bent de 6e verkozene voor Vlaams-Brabant. Dus dat was eigenlijk vertrekken zonder zetel en thuiskomen met een zetel. Ik ben dan ook niet direct naar huis gegaan, want we hadden nog iets te vieren en we hebben nog een tussenstop gemaakt bij een vriendin. En het is bijzonder laat geworden of vroeg in de ochtend geworden, want we hadden iets te vieren. Bent u tevreden met het resultaat? Absoluut. Ik ben zeker en vast heel tevreden met het resultaat van de partij. We hebben de afgelopen 5 jaar heel hard gewerkt. Dat is eigenlijk ook een soort beloning. Maar vergeet ook niet dat we als partij al de militanten en afdelingen... Ze zijn vorig jaar gestart met campagne voeren. Dan hebben we de verkiezingen in oktober gehad. Een paar maandjes rust maar. En dan is eigenlijk iedereen opnieuw gestart met campagne voeren. Hard gewerkt. En je ziet, het resultaat is er. De uitslag van 26 mei was positief voor de partij. We zijn opnieuw de grootste geworden. En dat is echt de grootste beloning die je kunt krijgen als je zo hard gewerkt hebt. Wat mijn voorkeurstemmen of mijn persoonlijk resultaat... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar nooit over nagedacht van ja, wat wil ik nu behalen en wat zou een goede score zijn voor mij. Het was ook de eerste keer dat ik op de lijst van het Vlaams parlement stond en ook op plaats 6.
Ik heb mij vooral gefocust op een sterke campagne en uiteindelijk het resultaat was dat ik 10.260 voorkeurstemmen had. En ik ben enorm dankbaar en blij dat zoveel mensen mij dat vertrouwen hebben gegeven om hier te mogen zetelen in het Vlaams parlement. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ik hoop vooral dat we met de N-VA-ploeg en ook in samenwerking met de andere partijen in het Vlaams parlement een positief verhaal kunnen brengen. Dat we constructieve voorstellen kunnen doen, dat we goede debatten kunnen voeren, inhoudelijk ook sterk genoeg en dat we elkaar niet gaan tegenwerken. En dat we echt op het laatste van de rit na 5 jaar weer een goed rapport naar voren kunnen schuiven van kijk, er is echt wel verbetering op Vlaams niveau, daarvoor hebben we ons ingezet en we gaan er samen op vooruit. Wat betreft de commissies weet ik nog niet goed wat ik ga opvolgen, omdat er nog niet beslist is intern. Maar vanuit mijn praktijkervaring en vanuit mijn opleiding zou ik graag de sociale thema's opvolgen. Gaat dat nu binnen welzijn zijn of binnen woonbeleid? Dat gaan we nog intern moeten beslissen. En ook de commissie werk interesseert mij enorm. Ook vanuit het Hageland zou ik graag de thema's mobiliteit en erfgoed opvolgen, omdat dat eigenlijk wel dingen zijn die leven bij ons. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, het is zo. Ik werkte voor Vlaams minister Ben Weitz. En na de verkiezingsdag kreeg ik te horen dat werken voor de Vlaamse regering, voor de minister, en werken in het Vlaams parlement, dat eigenlijk de Vlaamse regering moet controleren, dat die twee dingen niet te combineren zijn. Dus ik heb noodgedwongen ontslag moeten nemen. En ik heb eigenlijk bewust gekozen om nu fulltime te werken voor het Vlaams parlement. En daarnaast zal ik ook wel wat tijd moeten steken in mijn functie als deelstaatssenator. En lokaal ben ik dan ook nog actief als gemeenteraadslid. Dus het gaat fulltime politiek worden. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Ja, we zijn nog maar net gestart. Ik vind het nogal vroeg om daarover te oordelen, maar mijn eerste aanvoelen is dat er nog niet zoveel veranderd is, dat die impact redelijk beperkt blijft. Misschien dat we die vraag over 5 jaar nog eens moeten stellen. Ik heb de afgelopen jaren al in de politieke arena gezeten. Ik heb voor de partij gewerkt, ik heb voor de Vlaamse regering gewerkt. En dat is ook geen 9-to-5 job. Politiek blijft doorlopen, elke dag opnieuw. Gaat ook niet slapen. Want ja, vroeger deed ik na mijn werkuren dan ook nog eens het lokale mandaat als gemeenteraad zitten, was ik ook met politiek bezig. Mensen kennen jou, komen met vragen en je probeert ze zo goed mogelijk te helpen. Dus ik denk de stap van mijn vorig werk of het politieke dat ik al had naar deze job, dat die op dit moment nog redelijk beperkt blijft. We zullen zien wat de toekomst brengt. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ik ben nu verkozen als volksvertegenwoordiger. De naam zegt het al, hè. Vertegenwoordigd door het volk, verkozen door het volk. En ik vind het belangrijk dat ik die voeling, die binding met de mensen, de verenigingen, de instellingen, dat ik die heb en dat ik die ook kan houden. Ik vind het ook belangrijk als mensen of verenigingen of andere instanties vragen hebben, dat die bij mij terecht kunnen en dat die ook een antwoord krijgen. Die communicatie en die feeling van wat dat er leeft onder de mensen in de praktijk, dat ik die behoud en dat ik die kan gebruiken hier in het Vlaams parlement. Dat ik zeker dossiers kan opstarten die echt nodig zijn, dat ik debatten kan opstarten die relevant zijn en waar dat we echt de pijnpunten uit het beleid kunnen verbeteren en bespreekbaar maken. Dat hoop ik echt na 5 jaar te kunnen realiseren. En als dat zo is, dan ben ik heel content.